Ik ben vanavond heel even met de fiets erop uit. En ik heb eigenlijk gelijk al gevonden waar ik me zocht. Het is namelijk richting eind juli. En dat betekent maar één ding. De reeënbronst. Verliefde reeën die achter elkaar aanhobbelen. Dan had ik hier een beetje een ongewoon schouwspel te pakken hier zo op het weiland. Ik zag namelijk een reegeit met een kalfje die heel hard aan het weghobbelen was. En daarachteraan kwam een bok. En normaal dan zitten die bokken natuurlijk achter de geiten zonder kalfjes aan. Want ja, die zijn meestal dan vruchtbaar. Maar deze had hij ook in het vizier. Liep er een heel stuk achteraan totdat hij op een gegeven moment door had van nee, dit wordt niks. Liep die bok door en de geit en het kalf verderop door. Maar de eerste zijn wat dat betreft al binnen. En nu ga ik eens even kijken of ik nog meer tekenen van de reeënbronst kan vinden. Let's go! Nou, tot nu toe al wel het een en ander aan reeën gezien. Opvallend is dat ze wel allemaal extra alert lijken te zijn. Net had ik ook een jong bokje en er liep iets verderop in het weiland liep een geit. En het bokje leek er toch een beetje achteraan te zitten. Ook al had hij nog geen gewijtje, echt nog een heel jong beestje. Ik ga nu even het rondje afmaken en kijken of we misschien verder nog wat tegenkomen. Ze zijn actief, dat in ieder geval. En heb nog mooi kunnen genieten van een reegeit die met een kalfje hier zo op het weiland stond te grazen. En nu maar weer eens langzaamaan op de terugweg. Misschien dat we onderweg nog wat tegenkomen. Dat zou wel leuk zijn. Je weet het nooit. Het stikt hier van de reeën, dus goede kans. Nou jongens, was hem weer voor vanavond. Veel mooie dingen gezien. Ook nog een wegspurtend vosje die helaas te snel was voor de camera. Maar ja, soms moet je een beetje geluk hebben. En nou ja, volgende keer beter. Ik hoop dat jij het leuk vond om mee te kijken naar de reeën en de verliefde taferelen aan het begin. Zie ik je de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei!
Vond je dit nou een vette video en zou je hier graag meer van willen zien? Vergeet dan niet even te abonneren. En dan kan je ook meteen de vorige video kijken. Tot de volgende keer.